Het derde eindspel wat ik zou willen bespreken is eentje van Koning Toren Pion tegen Koning Toren. Nou, belangrijke eindspelen komen vaak voor en zijn nog wel best wel moeilijk ook in de praktijk. Er is veel theorie over. En in deze partij was het Daniel Kutsjukov, een jeugdspeler, tegen onze held Alef Boer. Alef had al een tijdje lopen worstelen met twee pionnen meer. Had eentje teruggegeven in de hoop een gewonnen eindspel over te houden. Maar dit eindspel is remise. Maar nog niet zo makkelijk voor wit. Wit zou het liefst de Philidor-verdediging opzetten. Die moet je zelf maar even opzoeken als je die nog niet kent. Met de toren op de derde rij. Maar die toren die komt daar niet zo makkelijk. En hij moet wel oppassen nu voor toren H2 schaak. Dus wit ging naar de onderste rij, naar de achterste rij. Nu dreigt zwart mat te geven, dus de koning moet een kant kiezen. Nou, de witte koning ging naar de goede kant. Hij gaat naar de korte kant, zodat hij met zijn toren strakjes op de lange kant schaakjes kan geven. En hoe langer die kant is, hoe minder makkelijk de koning naar de schaakgevende toren toe kan lopen. Alleen wat wel anders is dan in de normale stellingen is dat de zwarte toren heeft hier de H-lijn. Dus wit moet het voorlopig even met de G-lijn doen. Dus zo lang is zijn lange kant nog niet. Nou, de witte koning wordt weggedrongen. En nu komen we in de buurt van een theoretische stelling die ik even zal behandelen. Dit is de theoretische stelling zoals Dvoretsky hem geeft. Hè. Dus nu heeft wit de pluspion. De pluspion is al op E6 aangekomen, koning op E7, zwarte koning aan de korte kant, toren aan de lange kant. En de witte toren staat op de D-lijn, zodat als zwart schaaks geeft, dat die toren er nog tussen kan. Nou, als wit aan zet zou zijn, zou toren G1 zou het makkelijkst winnen, dat is triviaal. Maar laten we zeggen, even wat wit in de partij probeert te bereiken, is dat hij koning E8 kan spelen. En dan wil hij E7 spelen. Als hij dat bereikt, dan wint hij. En dat kan hij hier dus niet tegenhouden. Toren A7. Maar nu kan wit gewoon E7 spelen. En zwart kan die pion niet veroveren. Want als hij hem aanvalt, dan kan hij met schaak de koning afhouden. En nou, nu weer toren G1 spelen. En dit wint makkelijk voor wit. Dus laten we eens uitgaan van de situatie dat zwart hier aan zet is. Kan hij dan dat voorkomen? Nou, hij kan schaak geven. Gaat de toren ertussen. Hè, als wit koning E8 doet, dan kan zwart via koning F6 die pion veroveren. Als wit koning D6 doet, dan kan hij met koning F8 weer de pion gaan blokkeren. Dus toren D7 is de logische zet. En nu wil wit dus proberen koning E8 en E7 te spelen. Dus het is belangrijk dat je hier dan toren A8 speelt als verdediger. Dan hou je die koning van de achtste rij af. Nou ja, dan kan die bijvoorbeeld nog toren D8 proberen. Toren A7 schaak. Als je nu koning A8 doet, komt weer koning F6. Dus koning D6 schaak, koning F5 schaak, toren ertussen. En dan kun je toren A8 spelen. Er is één valkuil die je nog moet vermijden als verdediger als hier dat schaken komt. Waar ga je dan heen met je koning? Nou, het is belangrijk dat je naar G6 gaat, zodat je strakjes als de witte koning weggaat, dat je dan weer lekker naar F6 kan. En wat je dus hier niet moet spelen is koning F8, want dan komt koning F6 en dan sta je klem op de onderste rij en dan verlies je weer. Maar dus met name die zet toren A8 hier, dat is waar het om draait in dit eindspel. Terug naar de partij van Alef Boer. Nou, je ziet hier dat theoretische eindspel van Dvoretsky zeg maar nog een paar zetjes weg is. Maar dat is de verdediging die wit moet zoeken. Zwart speelt hier toren E1 om die toren tussen te kunnen plaatsen met schaakjes. En wit deed hier toren G4. Nou, dus dat vind ik niet zo'n hele logische zet. Hè, wat een logische verdediging zou zijn, zou bijvoorbeeld toren H8 zijn, om dus die extra ruimte te pakken. En je kan ook nog toren D8 spelen, achter de vrijpion,
En dan is het idee dat als de koning opzij stapt om de pion door te laten, dat je dan met je koning dichterbij komt en kunt voorkomen dat de pion naar D3 oprukt. Maar goed, door G4 geeft het op zich nog niet weg, koning E3. Maar nu deed hij toren G8 en dat is wel een verliezende zet. Het geeft gewoon zwart nu de tijd om D3 te spelen en die pion is niet meer te houden, die loopt door. Dus wat hij had moeten spelen is toren H4. Even naar de H-lijn even wachten. Om op D3 dan toren H3 schaak te geven, koning D2, toren H2 schaak, toren E2 tussen en dan toren H1. Dat is de theoretische verdediging. Nou, naar toren G8 profiteerde Alef in eerste instantie niet. Hè. D3 is hier winnend. Koning C3. En na een schaakje koning B2, D2 loopt de pion door. In plaats daarvan deed Alef koning D2. Dat gaf weer de kans om alsnog de theoretische verdediging op te zetten. Wat hij ook inderdaad deed. Dus toren H1 is een goede zet hier. Nou, toen werd er wat heen en weer ge schoven. En hier gaf wit het verliezende schaakje toren E8. En daarna krijgt hij het niet meer voor elkaar om die verdediging, die theoretische verdediging te brengen. En nu kan zwart koning D1 en D2 spelen. En dan is hij, staat hij hier gewonnen. En in dit geval kon hij zelfs uitlopen gewoon. En wint.